Jij bent de best verdienende presentator van de publieke omroep. Is dat ongemakkelijk? Ik weet niet of het zo is. Ik denk het wel. Oké. Okay. Is niet ongemakkelijk. Nee? Nee. Word je er vaak op aangesproken? Af en toe. Door jou nu? Door mij nu. Maar ik heb het erover omdat er iets veranderd is tussen 5 jaar en nu. Mm-hmm. 5 jaar geleden was er een sfeer waarin je, ook al werd je uit publiek geld betaald, je eigenlijk trots kon zijn omdat je geld als een soort uitdrukking van waardering zou kunnen voelen. Mm-hmm. Nu voelt het soms als een graaier. Als een man, niet per se jij of ik, maar in zijn algemeenheid. Ja. Mensen die uit publiek geld worden betaald, worden nu gezien, als ze veel geld verdienen, als graaiers. Ja. Als mensen die eigenlijk niet meer in contact staan met deze samenleving. Ja. Ben je het daarmee eens? Daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Je hebt nooit het gevoel dat je denkt, het is eigenlijk wel raar dat er zo'n grote crisis en ik verdien een 500.000 of meer uit publiek geld. Dat gevoel heb ik niet. En dat heeft er ook mee te maken dat ik heb natuurlijk een aantal keren gesproken met een concurrent van de publieke omroep, namelijk de commerciële omroep. Als ik echt in geld geïnteresseerd zou zijn, alleen maar, zal ik maar zeggen, dan had ik die stap natuurlijk moeten maken. Want wat je daar kan verdienen is nog ik zou bijna willen zeggen, een veelvoud van wat ik nu verdien, in ieder geval. Mm-hmm. En in de honoreringssysteem wat er nu is, en dat heb ik niet bedacht, ben ik met een dagelijks programma, de succesvol programma, dat zijn allemaal feitelijke constateringen. Voor de rest is het natuurlijk ook een kwestie van smaak, dat begrijp ik heel goed. Ja, zou ik wel bij de best betaalde moeten horen, zou ik wel denken. En dat is dan blijkbaar, zeg jij, zo. Nou ja. Ja, nou dat, ik zeg dat, maar het is niet zo dat jij dat niet zegt, dat dat zo is. Ik weet echt niet wat jij verdient, bijvoorbeeld. En jij weet niet, volgens mij niet wat ik verdien. Dus dat, nee. ik weet niet of dit interessant is. Dat kunnen het is we bijna een pervers praatje nu. We kunnen het heel makkelijk oplossen. Als jij vertelt wat jij verdient, dan weet ik al wat jij verdient. Krijg je er zelf een ongemakkelijk gevoel bij, of niet? Ik heb er tot nu toe geen ongemakkelijk gevoel bij. En nu we erover praten ook niet? Eigenlijk niet. Nee. En zou het zo zijn dat als jij een tafel hebt waarin bijvoorbeeld wordt gesproken over mensen die in de publieke sector werken en die heel veel geld verdienen, dat je denkt, nu kan ik me eigenlijk wat minder goed mengen in dit gesprek? Dat zou voorstelbaar zijn. Ik heb geen idee. Ik heb wel eens aan de tafel gezeten met mensen van de Partij van de Arbeid. Die vonden het bijna immoreel dat ik zoveel geld verdiende. Die vonden eigenlijk, was de heer Spekman zelf, misschien was het wel Diederik Samson toen nog. Juist. Die zei, eigenlijk mag dat helemaal niet. Dat vind ik asociaal. Ja, daar was ik het niet mee eens. Nee. Hoeveel zou je kunnen verdienen als je bij de commerciële televisie een programma zou doen? Want jij hebt er een aantal keer gesproken. Ja. Ik weet het niet. Albert Vrienden vindt, ik weet het eigenlijk niet, 8 ton? Ik weet het, zoiets? Ja. Dat is veel geld. Ja. Ben je niet voor gezwicht? Daar ben ik niet voor gezwicht, nee.